Welkom bij Precious Kids. Welkom bij Precious Kids. Welkom bij Precious Kids. Welkom bij Precious Kids. Hi Precious Kids. Welkom bij een nieuwe online service. Ik ben zo blij om jou te zien. Yay! Zo samen de handen klappen. Yay! Hoe was jullie week? Ik hoop dat je een hele leuke en een hele gezegende week hebt gehad. Voordat we gaan beginnen, heb ik heel veel hele mooie kleurplaten gekregen. Ja, van Precious Kids uit Delft, uit Amstelveen, uit Amersfoort en ook vele andere steden. Dus willen we natuurlijk het allemaal aan jullie laten zien, maar ook aan alle papa's en mama's. Dus nu gaan we een heel groot applaus geven voor alle Precious Kids die hun kleurplaten hebben gestuurd. En je kan ze nu op de tv zien. Zullen we samen klappen? 1, 2, 3. Wauw. Hebben jullie ze allemaal gezien? Zo mooi. Ik ben zo trots op jullie. Je hebt het heel goed gedaan, Precious Kids. En nu gaan we natuurlijk luisteren naar het woord van God. Zullen we samen gaan bidden? Kom, sluit maar je ogen en ja, laten we in geloof samen bidden. Oké? Okay? Vader Heer, we zijn u dankbaar omdat u zo goed bent. Heilige Geest, wees welkom hier op deze plaats, bij ons thuis en in onze harten. We willen vandaag luisteren naar wat u tegen ons wilt zeggen, Heer. En open daarom onze geestelijke oren en geestelijke ogen om te horen en te zien wat u wilt spreken. In de naam van Jezus willen we ook zegenen onze pastors, dat is opa Victor en oma Vivi. In de naam van Jezus, als je gelooft, zullen we samen zeggen amen. Amen. Nou, wie weet wat het thema is? Heel goed gedaan. Het thema is de uitstorting van de Heilige Geest. De afgelopen weken hebben we het steeds over de Heilige Geest gehad. En nu denk je, maar voor wie is de Heilige Geest eigenlijk? De Heilige Geest is voor jou en voor mij. Nu denk je, echt waar, Gigi Joy? Echt waar. De Heilige Geest is gegeven door de Vader in de hemel voor jou en voor mij. Dus het enige wat wij hoeven te doen, is te geloven en te ontvangen. Wauw, dat is toch simpel? Dus als jij gelooft, zeg dan samen met mij, ik geloof. 1, 2, 3. Ik geloof. Oké, en als jij de Heilige Geest wil ervaren, zeg dan, ja, ik wil. Oké? Op de tel van 3. 1, 2, 3. Ja, ik wil. Amen. Amen. En God die luistert naar jouw verlangen, die gaat jou dat ook geven. En wat ook heel mooi is, is dat de Bijbel ons zegt over de Heilige Geest. Ik wil het graag aan jullie voorlezen uit de Basisbijbel. En daar staat in Johannes 14, vers 26, staat er, omdat jullie bij mij horen, zal de Vader jullie straks de Helper sturen. Hij is de Heilige Geest. Hij zal jullie alles leren en alles helpen herinneren wat ik jullie heb gezegd. Dus dat betekent dat als jij het woord van God hoort, dan zal de Heilige Geest jou helpen om het te begrijpen. En de Heilige Geest zal, wanneer je het woord van God hoort, ook nieuwe dingen aan jou leren. Wauw, dat is zo geweldig, toch? En niet alleen dat, maar de Heilige Geest gaat jou ook herinneren over wat jij hebt gehoord in het woord van God. Ik wil graag een mooi verhaal vertellen over een van de Precious Kids. Want die ene keer was ik met deze Precious Kids. En toen was deze Precious Kid gewoon aan het zingen. Zingen, zingen, zingen. En heel vrolijk. En toen dacht ik, wacht, dat klinkt niet echt als een liedje voor de Heer Jezus. En toen zei ik tegen de Precious Kids,
tegen de press kit, want het was maar één. Wat zing je eigenlijk? En die zei tegen mij, ja, dat is gewoon een liedje. En toen noemde hij het liedje, maar ik ken het niet. Maar ik voelde dat de Heilige Geest in mijn hart zei dat het niet goed was. Dat het niet voor de Heer Jezus was. Dus toen zei ik tegen de press kit, misschien kunnen we volgende keer gewoon liedjes zingen voor de Heer Jezus. En ook gewoon dansen voor de Heer Jezus. Verder heb ik niks meer gezegd. En weet je wat toen gebeurde? Ongeveer een maand, dat is best wel een lange tijd. Of 2 maanden, dat is nog langer dan 1 maand, maar heel lang. En toen was ik samen met deze press kit in de auto. Toen gingen we naar Delft toe, naar de kerk. En ik was eigenlijk gewoon aan het praten met de ouders van deze press kit. En opeens riep deze press kit mij. Die zei, Gigi Joy of Tante Joy. En die zei, ja, dat hij me iets wilde vertellen. En toen zei ik, wat is er? En toen zei hij tegen mij, weet je, dat ene liedje, Gigi, dat mag je niet zingen, hè? Dus ik was zo geschrokken, want ik heb dat nooit gezegd. En toen zei hij, ja, want dat liedje is niet voor de Heer Jezus. Wij moeten alleen maar liedjes zingen voor de Heer Jezus en dansen voor de Heer Jezus. Wauw. En zelfs de ouders van deze press kit waren helemaal geschrokken. Waarom? Omdat wij dat nooit aan hem hebben verteld. En nu denk je, maar hoe kan deze press kit dan weten dat dat liedje niet goed is? En dat wij beter maar gewoon voor de Heer Jezus kunnen zingen in plaats van voor de wereld of andere dingen. Of dansen voor de Heer Jezus in plaats van dansen voor de wereld, toch? En dat is zo geweldig, want het antwoord is, wie weet het antwoord? Wie heeft tegen deze precious kid verteld dat het eigenlijk niet voor de Heer Jezus was? En dat het beter is om voor de Heer Jezus te zingen? Als jij het weet, mag jij je hand opsteken. Goed zo. Inderdaad, het antwoord is, de Heilige Geest sprak tot deze precious kid in zijn hart. Om te zeggen dat dat niet zo goed is. En dat het beter is om voor de Heer Jezus te zingen. Dus, als jij ook zoiets moois wil meemaken, kan je nu vragen aan de Heilige Geest. Leer me nieuwe dingen. Help me dingen te herinneren wat ik al heb gehoord in het woord van God. Maar ook, help mij als ik iets moeilijk vind of als ik verdrietig ben. Je mag alles aan de Heilige Geest vragen. Want de Heere Jezus heeft hem voor jou gegeven. Wauw! Ik hoop dat jij echt gezegend bent met deze precious kit. Met dit woord van God. Als jij gezegend bent, zullen we dan samen gaan bidden? Kom, laten we samen gaan bidden. En als jij nog nooit de Heer Jezus hebt aangenomen als jouw redder en jouw Heer. En als jij nog niet zeker weet of jij een kind van God bent, heb ik goed nieuws. Want Hij wil dat jij ook zijn kind bent. Zullen we samen gaan bidden, precious kids? Sluit maar je ogen. Kom, doe maar mee. Laten we samen bidden in geloof. Vader in de hemel, we danken u en we prijzen u omdat u het waard bent. Dank u wel dat u uw Heilige Geest al voor ons heeft gegeven. En dat we gewoon het mogen ontvangen in geloof. Vader, ik bid voor alle precious kids die de Heer Jezus nog niet kennen. En die zo erg naar u verlangen. Vader, vandaag bent u welkom om te komen in onze harten. Als onze redder, als onze verlosser en als onze Heer. Wij geloven dat wij een kind van Jezus zijn. Dank u wel. U zegent precious kids. U wilt hen gebruiken. De Heilige Geest zal geweldige dingen spreken en praten met een ieder precious kid. Zegen nogmaals onze pastors. Zegen ook onze papa's en mama's en ons hele familie. Zodat wij een zegen mogen zijn voor de mensen om ons heen. In de naam van de Heer Jezus hebben we gebeden. Als je gelooft, zeg met mij, amen. Yay! Goed gedaan, precious kids. En volgende week gaan wij hele leuke stukjes, kleine stukjes van video's zien. Van alle precious kids die hun video hebben gestuurd. Waarin ze de vers uit het hoofd gaan lezen. Wauw, zo geweldig. Dus, ik zie jou volgende week. Doei, precious kids.